Dag meneer Franke, goedemiddag. Ik ben zo blij dat ik eindelijk een handtekening van u kan krijgen. Ja, het is altijd zo druk voor u, dus nu even ons momentje. Hè. Goeie boek. Hè. Als ik het zo het begin zie, goede foto. Alleen denk ik de kadrage. Ik vind het wel jammer dat uw gezicht er maar voor de helft op staat. Oh, wow. Ja, uw linkerkant zat er niet op. Ik zou bijna denken dat u iets hebt tegen links. Dat is waar. Dat had ik nog niet bekeken. Wat zou je willen handtekenen? Voor u... Nee, het is eigenlijk niet voor mij. Het is voor Jan-Jaap van der Wal, mijn collega. Ik ga u laten, want er staat nog superveel volk. Hè. De deze is voor Lieve Scheire. Hier is de gast vanavond bij ons. Dus, heeft u dan nu zo niet een beetje pijn gedaan wat Jan Peumans over u gezegd had? Hij heeft toch gezegd dat u niet de gedroomde nieuwe partijvoorzitter zou zijn? Ik apprecieer zijn mening. Je hebt altijd een eminence gries nodig met grijze vos in de partij die van tijd zijn mening is. Ja. Dat appreciëren de mensen wel, denk ik. Ah ja, maar u ook toch, hè? Absoluut. Wat is vergeven en vergeten? Ja, maar dank u wel en ik geef een boek aan de lieven hè, vanavond. Goed, nog een fijne dag, hè? Is goed. Allee, maar uit. Zou jij nog één willen tekenen voor mij? Dat is voor de broer van Jan-Jaap. Dat is Jan Kees van der Wal. Hey, maar, zeg maar wat u gezegd heeft over zo mannen in lingerie. Heeft u daar zo wat spijt van? Maar ik wou de Hollywood-gemeenschap absoluut niet kwetsen. Ah. Dat was niet mijn bedoeling. Okay. Het voorbeeld trouwens dat werd genoemd, op dat moment ging over een hetero-relatie. Ik heb daar mijn mening over. Ja. Okay. Ik zal u nog wel eens tegenkomen. Ah, wel ja. Ik heb nog wel wat vragen, dus dat is goed om te weten. Dag meneer Franke. Ah, Sven. Ja. Dat is lang geleden. Ik heb nog eentje voor Herman de Croo. Oké. Okay. Dus daar heb je er zelf ook iets van. Hè. Herman de Croo, maar ik ben juist bij hem geweest. En daar is het redelijk weinig volk. Ja. Ja, het succes is hier wat groter dan bij een Herman. Het is hier wel wat kalm voor het moment. Hè. Ja. En deze, dat is nog, die zou voor mij dan zijn. Ik had zelf ook al zo wat nagedacht voor uw volgende boek. Omdat je merkt dat het marcheert. Dus ik dacht misschien iets over uw opmerkelijkste tweets. En ik dacht, Frank en Theo. Nee. Met dan uw opmerkelijkste tweet. Dat is nu volume 1. Die mag u hebben als u wilt, daar kan u zelf al eens over nadenken. Stevig boekje. Ik weet het, ja, maar volume 2 is ook al klaar. Hè. Qua merchandising is een boek goed, maar ik denk hier, gepersonaliseerd wc-papier, dat de mensen al uw tweets nog eens kunnen recupereren, dat gaat voor de fans gaat dat goed zijn, denk ik. Hashtag afkuisen. Die zijn nog recent zelfs. Ja, tuurlijk. Ja. Van binnen zijn ze iets ouder. Hè. Ja. Voilà, ik pak het boek mee. Ja. Nog een fijne dag. Ja. Dag.